De boothouders van het district Kommerwijnen luiden de noodkreet over de huidige situatie. Zij kampen met diverse problemen en hebben vandaag van zich laten horen bij de Plattebrug. Omdat ze willen dat de overheid verandering brengt in de situatie waarin zij verkeren. Ansadi, voorzitter van de vereniging Boothouders District Kommerwijnen, VBDC, zegt dat de situatie in het land en de achterstallige betalingen de boothouders radeloos maken. Sinds medio 2021 zouden gesprekken worden gevoerd met de minister van Transport, Communicatie en Toerisme over de uitbetaling van de TWK en het vaststellen van een nieuw tarief. Echter is er nog niets daarvan gekomen. Er moet volgens Sadi een TWK worden uitbetaald. Dit is het verschil dat moet worden ingelopen vanaf toen er een tussentijdse tarief was vastgesteld. In augustus 2021 is het nieuwe tarief ingegaan van 5 SAD, waarvan het marktconforme tarief is berekend op 7,50. De VBDC is akkoord gegaan met 50 cent in te leveren, omdat er gesprekken gevoerd zouden worden om de TWK te calculeren voor een eenmalige uitbetaling. Deze calculatie moet ingangsdatum krijgen en zal zich strekken tot eind december 2021. 2. Het nieuwe tarief zou vanaf augustus 2021 berekend moeten worden en in december 2021 vastgesteld moeten zijn, zodat de regering het nieuwe tarief in januari 2022 kon bekendmaken. Intussen zijn we nu in maart 2022, heeft dit voorwerk nog steeds geen plaatsgevonden. En u weet het ook, dit is op basis van aantal verhogingen eerder. En nadien zijn er ook aantal verhogingen wat benzine betreft. Sadi zegt dat de TWK en de verhoging van het tarief die niet zijn gekomen en door de verlaagde capaciteit door COVID-19 veel boothouders heeft gedwongen andere bronnen van inkomsten te zoeken. Van de 30 boten die er zijn op de route Meerzorg-Paramaribo zijn er nu maar 12 boten actief. Dit omdat de boothouders de kosten voor reparatie niet meer kunnen opbrengen. Met als gevolg dat de boten staan te rotten. Het geval is ook vanwege de huidige situatie wat ik niet goedkeur, ja, maar machines worden ook gejat, ja, wat vele jaren in het verleden nooit gebeurt. U kunt zich niet voorstellen, de boothouders moeten nu een wacht betalen collectief. Die man gaat binnen 5 minuten achterin om daar ogen in het zeil te houden waar die boten op de matak de boten daar shoren. Binnen 5 minuten is een bromfiets weg. En zo'n boothouder, wanneer een machine is gejat, die komt nooit meer te boven. Nooit meer. Wat krijg je? Boten liggen te rotten daar. Sadi wijst er ook op dat de aanmeerbrug op Meerzorg weer kapot is. Deze was 6 maanden terug reeds gemaakt. En dit is niet van vandaag. Ze hadden de brug gemaakt 6 maanden terug. Een grote opening met de minister van OW. Ja? Binnen een paar maanden is het weer in elkaar gezakt. Toen kwam de DC, ja, na 2 maanden is het weer in elkaar, moederbalken drijven wel. Letterlijk, die boorbrug, het is geen boot, maar die brug is gebonden aan een paal met een touw. En er is al de derde keer dat een vrouw in elkaar is gezakt, ja. Dit was het laatste geval. Dit was het laatste geval. En de vraag is, gaan we zo verder? Sadi hoopt dat de vereniging Boothouders District Kommerwijnen deze week nog wordt uitgenodigd door het ministerie van TCT voor een gesprek. Als er geen aandacht wordt besteed aan de problemen van de boothouders, zal het werk worden neergelegd.